Ha, de Siep. Ab, goeiedag. Hoi. Goeie muziek, zeg. Zeker. Radio zeker. Baarle FM. We gaan het over radio hebben. Er gaat namelijk wat gebeuren in het najaar. Ja, najaar. Ja. We gaan eraf. Nee, nee, ja. Nou, vertel. Nou, we hebben hier eigenlijk een ouderwetse radioopstelling, hè, net als thuis. We hebben een radioontvanger, een tuner, een versterkert en twee luidsprekertjes. Ja. Ja, en het aansluitdoosje van de provider, ja, natuurlijk, van Ziggo in dit geval. Hebben we even van de wand getrokken. Kijk, er zitten twee kabeltjes aan normaal. Eentje naar de tv en eentje naar de radio. Dit is de radio. Precies. Nou, top. Nu moet jij mij vragen, wat gaat er nou veranderen? Wat gaat er veranderen ook weer dan, Siep? Nou, binnenkort, die ouderwetse tuner via de kabel, die doet het straks niet meer. Want? Dan hoor je alleen nog ruis. Omdat die provider achter in het alfabet, die gaat de boel verbouwen. Die gaat van analoog naar digitaal. Heeft voordelen, heeft ook wat nadelen, dat is vaker. Dus je gaat zelf leuke dingen doen op het FM-bandje waar we naar luisteren. Precies. Nou, oké, okay. Dus die tuner kan eraf eigenlijk. Ja, let scherp op. Dat is simpel, hè? Draf is, ja, nog simpeler dan erop. Ik trek eerst even de antennekabel los, hè, die van de muur komt. Pak ze van je aan en dan, ja, moeten we allemaal weer bukken. Kijk, dan gaat het ruisen. Ja, ik doe deze er ook uit. Dat zijn de tulpjes. Ja. Weet je, ken je dat liedje van Herman Emmink, Tulpen uit Amsterdam? Emmink, hè? Ja, ja. Deze kwam uit Japan, dus zijn tulpen uit Japan. Dat is een heel ander liedje. Precies. Heel ander liedje. Hou even vast. De, ja, tuner, die hebben we dus niet meer nodig. Nee. Kan het kringloopcentrum. Top. Zou er nog mee zijn, wordt misschien later nog geld waard. Is goed, maar dan kun je beter bewaren. Nou niet meer misschien. Oh, sorry. Maar, Nou, ik ga vast even aan het kabeltje werken. Want waarom dan? Er moet wel een kabeltje, maar dat komt vanzelf. Oké. Okay. Ga door. Dan pak ik een kastje wat we toevallig al in huis hebben. Dat is dit kastje, een handig kastje. Daar zit in feite onze nieuwe radio in. Kijk, die kan er zo uit. De verpakking. Krijgen ze het allemaal in zo'n klein doosje? Ik snap het ook niet, iemand die het inpakt. Nou, dit is in feite onze nieuwe tuner. Mooi, nou, klein, compact kastje. Is die leuk of is die leuk? Hé, hey, een app, wat is dit? Dat is een afstandsbediening. Ja, oftewel een AB, een app. Oh, dat ben ik eigenlijk. Ja, hebben we zo ook nodig. Intelligent wel over een app. Precies, wij zijn technici, dus wat doen we met de handleiding? Terugstoppen. Precies. RTFM zeggen we dan. Oftewel, later. Dat doen we later. Zo. Nou, en dan is het heel simpel. Dat zeg jij maar steeds. Ja joh, we gaan de boel weer aansluiten. Oh, hier heb je de kabeltjes. Ja, dat zijn de tulpjes uit Japan, Herman Emmink. De kleurtjes zijn makkelijk, hè? De witte in de witte en de rode in de... In de rode, want anders zit links, rechts en rechts, links. Precies, dat moet je niet hebben. Nee, dan moet je hoofd omdraaien om te luisteren. Ik heb hier nog een voedingetje. Een voedingetje wordt ook bijgeleverd natuurlijk, het voedingetje erin. Nou, kijk, dan begint hij met een boot. Nou ja. Nou zegt hij wat. Zegt geen signaal. Oh. Dat klopt, want er zit nog geen antennekabel in. Nee, want daar was ik eigenlijk wel bezig. Ja. Ja. Want de antennekabel verhuist in de muur van radio naar televisie. Ja. Maar dat plugje past niet, want die hebben ze omgebouwd. Zeg. Nee, dat klopt. Hè. TV heeft een mannetje en radio heeft een vrouwtje daar. Ja, precies. Dus daarom was ik met dat kabeltje bezig. Ja. Wat je ook kan doen, een stuk handiger, je pakt dat kabeltje en je draait het om. Dus dan heb je jouw kabeltje, je kniptangetje en je losse plugje niet nodig. Goed initiatief. Ja, zo kan het ook, hè? Precies. Je moet in oplossingen denken. Mm-hmm. Nou, je draait het kabeltje om. Het geluid van radio komt straks ook uit de tv. Dat is wel waar, hè? Dat je raad... Maar goed, ja, zo is het wel. Ja, joh, precies. Dan moet hier ergens een puntje zitten waarvan zegt dat het erin past. Oh, ja. Nou, kijk nou toch eens. RTV Bar. Bar. De N ontbreekt. Is dat RTV Bar? Is dat erg? Nou ja, die maken we wel goed. Komt precies, er wel een hoor keer. Hoor je niks van. En wat horen we nu van je Kamerbreed Stereo? Ook leuke muziek. Het is digitaal, dus het kan niet ruisen. Heel goed. We hebben dus een... vroeger kon je op 92.3 allerlei frequenties aflezen. Ja, dat is nu niet meer het geval. We werken net als bij televisie met kanaalnummers. Nou, eigenlijk is dit eigenlijk een tv zonder beeldbuis. Ja, precies. Min of meer. Ja, en dat zie je allemaal op tv nu. Alles wat je nodig hebt zit op je afstandsbediening, de app. De app. Ja. Als je app niet hebt, dan ja. En zo kan je kanaalnummers instellen. Je kan ze onder geheugen zetten, dus toevallig staat waarschijnlijk op de S1 staat... No. Radio 1. Radio 1. En ik heb op S6, volgens mij staat er Baren FM, RTV Baren. Kijk nou toch eens mensen. Dus ik hoef mijn stoel niet meer uit te komen. Dus gewoon zep zep. Dat deed toch al niet, dus dat veranderde weinig. Hey, dit was hem. Ja, nou, simpel als... Kom, bonjour. Het is, kastje aansluiten, zeppertje erbij en klaar. Als jij het kan. Dan kan jij het ook. Tot de volgende.